Oké, dit is de derde film in de serie over trillingen en golven. Voor Atheneum Bovenbouw wordt vak natuurkunde. Paragraaf 3 gaat over trillingsenergie en over resonantie. We gaan de opgave daarvan bespreken. Opgave 11. Een auto rijdt over een hobbelige weg. De hobbels bevinden zich op een regelmatige afstand van 10 meter van elkaar. De massa van de auto is 960 kilogram en bij een snelheid van 80 km per uur begint de auto stevig hevig te schudden op zijn vering. Leg uit waarom dit waarschijnlijk bij een andere snelheid veel minder optreedt. Nou, je zou het uitleggen. De auto zal wegens de vering de massa met een bepaalde eigen frequentie kunnen trillen. Oké, door met een constante snelheid op een hobbelige weg te hebben, zou je dus een bepaalde frequentie van buitenaf toegediend krijgen. En als de frequentie van die schokken van buitenaf dezelfde is als de eigen frequentie, dan heb je resonantie en blijkbaar is dat bij 80 km per uur. Rij je sneller of rij je langzamer, dan is de frequentie van de schokken die van buiten komen vanwege de hobbel, blijven dus niet gelijk aan de eigen frequentie en dan heb je dus geen resonantie. En dus veel minder trilling in de auto. Oké, gaan we naar B. Bereken de veerconstante van de vering van de auto. Nou, de veerconstante die bereken je uiteindelijk met de formule T is 2 maal pi maal de wortel uit de massa gedeeld door de veerconstante. Nou, dan moet je natuurlijk al die gegevens hebben. Nou, eens even kijken. De tijd, die hebben we nog niet, maar we hebben wel de snelheid van de auto, 80 km per uur, omgerekend naar meter per seconde, is 22,2 meter per seconde, hè, delen door 3,6. En afstand is 10 meter tussen de hobbels. Dus de tijd tussen de hobbels, dat is dus ook de trillingstijd, de periode, kun je dan met S is veel t uitrekenen, want het is constante snelheid. 10 meter is 22,2 meter per seconde maal de tijd. Tijd is dan die gedeeld door die is 0,45 seconden. Dat is dus ook de periode. Dus deze t. Hier staat het t is t. 2 pi is gewoon een constante. De massa die weten we. De massa van de auto die staat in het verhaaltje. Was die niet 960 kilogram? Ja, daar staat die. Oké, die vullen we hierin. Oké, dan ga je even dus alles voor. Eigenlijk gewoon ingevuld. Je hebt alleen die c nog over. Nou, dan moet je nog even wat rekenwerk. Die wortel die je natuurlijk weg hebt, die ze gaat kwadrateren, krijg je 0,45 in het kwadraat, dan krijg je hier 2 in het kwadraat en pi in het kwadraat. Oké, en dan heb je hier 960 gedeeld door c. Nou, die 2 pi, die deel, 4 pi kwadraat, die deel je weg. Hier ook, dus krijg je 0,45 gedeeld door 4 pi kwadraat. En dat is dan 960 gedeeld door c. Nou, oké, dit reken je uit wat hier staat. En c is dan die 69 gedeeld door die uitkomst hier. Nou, hier is het allemaal netjes uitgewerkt. Dat kun je per rekenmachine allemaal doen. 1,9 maal 10 tot de vijfde newton staat er volgens mij. Is goed lezen, want het is heel klein. Nou, je kan het gewoon aanrekenen op je rekenmachine. Als je een zware lading in de auto hebt, schudt hij niet meer zo hard bij 80 km per uur. Maar dat gebeurt wel bij een andere snelling. Redeneer of die snelheid groter of lager is dan 80 km per uur. Nou, de auto wordt zwaarder, dat betekent dus dat de massa toeneemt. Oké, gaan we naar de formule kijken. Als de massa toeneemt, dan wordt deze hele. Dit wordt dan groter, wat hier aan de rechterkant staat. Dus de tijd die wordt ook groter. Oké. Als de tijd groter wordt en de afstand blijft hetzelfde, dan neem je dus een lagere snelheid. Nou, eens even kijken wat hier staat. Door de auto zwaarder te maken neemt de massa toe. Dan neemt ook de trillingstijd van de auto toe. Ja, dat klopt. Dat kun je met deze formule aantonen. Resonantie deed dan bij een grotere tijd tussen de twee hobbels. Dus heeft hij een lagere snelheid. Nou, volgens mij precies hetzelfde wat ik zei. Gaan we naar opgave 12. De trillingsenergie van een HCl-molecuul, dat is zoutzuur, draagt bij kamertemperatuur 5,95 maal 10 tot de min 20ste joule. Deze trillingsenergie komt vrijwel geheel voor rekening van het waterstofatoom. Het aandeel van het chlooratoom is verwaarloosbaar. Bij de kracht tussen het waterstofatoom en het chlooratoom hoort een kracht van 5,2 maal 10 tot de tweede newton per meter. Bereken de amplitude waarmee het waterstofatoom trilt. Oké, nou dat doe je met deze formule. De trillingsenergie is een half maal die constante, zeg maar, maal de amplitude in het kwadraat. Oké, we weten al dat die energie 5,95 maal 10 tot de 20ste joule is. Min 20ste joule zal dat wel zijn. Oké, ja. De veerconstante die is
gegeven. Die is 5,2 maal 10 tot de 6e newton per meter. Tweede newton per meter, sorry. Moeilijk leesbaar, kleine letters. Oké, die vul je in hier en hier. En dan hou je alleen maar a kwadraat over. Nou, deze deel je dan door dit geheel en je telt er de wortel uit. En dat is een 1,5 met 10 tot de min 11e meter. Oké, de massa van een, van een waterstofatoom is 1,7 maal 10 tot de min 27e kilogram. Dat staat hier. Bereken de snelheid waarmee het waterstofatoom de evenweerstand passeert. Oké, dat is, dat doe je met kinetische energie is half mv kwadraat. En die kinetische energie is natuurlijk gelijk aan de energie van net, 5,95 maal 10 tot de min 20ste joule. Dus dat wordt hier ook opgeschreven. De massa is 1,7 maal 10 tot de min 27ste kilogram. Oké, die vul je hierin. De energie, die massa vul je hierin. Oké, deze deel je dan door wat hier staat. En je trekt het wortel uit. En dan krijg je 8,4 maal 10 tot de 6e meter lijkt dat te staan. Oké. Ik kan toch gewoon narekenen op je rekenmachine. Reken dat deze snelheid is 8,1 maar 10 tot de 4e meter per seconde. Goed, gaan we naar C-opdracht. De gemiddelde afstand tussen de kernen van twee atomen heet de bindingslengte. In tabel 53a van de binding staat de bindingslengte voor een aantal moleculen. C bepaalt dan voor het HCl-model hoe groot de maximale verandering van de bindingsenergie is uitgedrukt in procent. Nou, in tabel 53a staat dat de bindingslengte van een binding tussen H en Cl gelijk is aan 127 maal 10 tot de 12e meter. Bij A is al uitgerekend dat de amplitude 1,5 maal 10 tot de min 11e meter is. Oké, de verandering is dus die twee op elkaar gedeeld maal 100%. Nou, hier wordt dat gedaan. Dat is dus zeg maar 12% afgerond. Twee cijfers significantie. Oké, dat was 12. Gaan we naar 13, dat is deze. Je wilt een kogel wegschieten met behulp van een ingedrukte veer, 4926, dit is de ingedrukte veer en dit is de kogel. Oké. Aan de veer zit een blokje van 10 gram was, dat zal dit blokje wel zijn, neem ik aan. Oké. De massa van de veer zelf is verwaarloosbaar. Tegen het blokje ligt een kogel met een massa van 50 gram, dat is deze, dus samen is het 60 gram. Oké. De veer heeft een veerconstante van 15 newton per meter. De veer wordt 7 centimeter ingedrukt en daarna losgelaten. Dat is dus 0,070 meter. Okay. De kogel schiet weg en de veer en het blokje blijven natrillen en de wrijvingskracht is verwaarloosbaar. Laat zien dat de kogel een eindsnelheid krijgt van 2 meter per seconde. Nou, de veerenergie die wordt omgezet in de kinetische energie van de kogel. Okay. Hier heb je dat. Even kijken hoor. Ik moet hier kijken, sorry. Kijk, hier gaan ze het een beetje anders doen. De maximale snelheid van de kogel breekt uit de formule van de maximale snelheid van de harmonische trilling van de kogel en van het blokje. En de trillingstijd breek je met de formule voor de trillingstijd van het massa-veersysteem. Nou, dat gaan ze dus eerst doen. Het laatste gaan ze dus eerst doen. De tijd is 2 maal pi gedeeld door de massa maal c onder wortelteken. 60 gram, dus 10,50 gram, 0,060 kilogram, die vul je dus daarin. C is 50 newtonmeter, vul je daarin. 2 pi is constante. Oké, gewoon een kwestie van uitrekening, je rekenmachine. D is 0,2176 seconden. Oké, de V is 2 maal pi maal A gedeeld door T, dus de maximale snelheid natuurlijk. Oké, 2 pi is gewoon een constante. A is 7,0 centimeter, dat is 0,07 meter. Dat was de hoeveelheid veer werd ingedrukt, hè. Oké, dat is dus die. De tijd, even kijken, die was 0,2175 seconden. En waar komt die vandaan? Nou, die komt uit dus 2 pi maal de wortel uit 0,006 gedeeld door 50. Daar komt 0,1276 seconden vandaan. En die vul je dus hierin. 2 pi weet je, A weet je ook, 0,007 meter. Nou, hier wordt dus allemaal berekend. V max is dan 2,02 0 meter per seconde, significant 2,0 meter per seconde. Nou, een andere manier is, wat ik eigenlijk net zelf wil doen, is met de veerenergie wordt omgezet in kinetische energie. Hier gebeurt dat. Is maar even de veerenergie, is een half maal C maal A in het kwadraat. C is de veerconstante, A is de amplitude. Nou,
En die is 50 Newtonmeter en 0,070 meter. Dat hadden we al eerder gezien. Dus die vul je allebei hierin. Komt daar 0,1225 joule uit. Okay. Dat wordt dan omgezet in kinetische energie. Dus 0,1225 joule, dat is gelijk aan de kinetische energie. Is gelijk een half maal MLV kwadraat. Oké, okay. De massa moeten natuurlijk weer allebei hebben. 10 en 50 gram is 60 gram, 0,06 kilogram. Oké, okay, die vul je dan daarin. Nou, alleen V kwadraat over. Hier is het allemaal ingevuld. 0,1225 is een half maal 0,060 maal de snelheid in het kwadraat. Oké, okay, ga je deze nemen, die deel je door deze. En daar neem je dan de wortel uit en dan komt de wortel 2,02 meter per seconde. Oftewel 2 meter per seconde zit je kant uit. Dat is precies hetzelfde als met methode 1. Dus dat klopt als in bus. Dit was volgens mij 13a. Dan gaan we naar 13b. Hier berekent amplitude van het natrillen van de veer met het blokje. Oké, okay, de amplitude waarmee het blokje trilt, bereken je met de formule voor de trillingsenergie in een omkeerpunt. En de trillingsenergie bereken je met de trillingsenergie in de evenweerstand. Oké, okay, nou daar gaat hij dan, half en twee kwadraat. Het gaat nu om het natillen van het blokje, dat is 10 gram. Dus vandaar dat we hier 10 gram nemen, 0,010 kilogram. Die snelheid hadden we net uitgerekend op twee verschillende manieren. Dat was 2 meter per seconde, dus die vul je dan allebei in. Nou, dat is hier gedaan. En dan krijg je 0,020 joule aan energie. Oké, okay, dat is dan dezelfde waarde die we gaan gebruiken hier. Voor de veer, die energie is een half maal C maal A in het kwadraat. C is bekend. E is ook bekend, hebben we net uitgerekend. Voel je allebei in, dat is hier gebeurd. 0,02 is een half maal 50, dus dat is 25. Dus 0,02 gedeeld door 25 is A kwadraat. Nou, 0,02 gedeeld door 25 haal je de wortel uit. Dan krijg je dus 2,8 maal 10 tot de min tweede meter. Oké, okay, gaan we verder met opgave 14. Een touw is met één uiteinde opgehangen aan het plafond. Aan het andere uiteinde van het touw is een kogel met een massa m aangebracht. De afstand van het ophangpunt tot aan het midden van de kogel is l. Als de kogel over een afstand op u opzij wordt getrokken, u, dan gaat het zwaartepunt van de kogel over een hoogte van delta h omhoog. Kijk, dus als hier vandaan komt en hier is dit de dus delta H. Oké. Okay. Zie figuur 927 laat zien dat u kwadraat is 2 maal L maal delta H min delta H in het kwadraat. Hint is gebruikt de stelling van Pythagoras. Dus even kijken. U dat is hier en H dat is daar. Oké. Okay. De stelling van Pythagoras voor deze driehoek is, oké, okay, u kwadraat, dat is deze, plus min h in het kwadraat, oké, okay, dit is min h in het kwadraat, is l kwadraat. Kijk hoor, l kwadraat. Oh, wacht even, dat klopt natuurlijk niet, het is niet, deze is niet u kwadraat, maar L min u kwadraat, dat is wat hier staat. Ja, nog een keertje, dus u kwadraat, deze, plus L min delta u, dat is deze in het kwadraat, is de schuine of de lange L kwadraat. Ja, zo klopt het. Nou, wat er hier dan gaat gebeuren, is natuurlijk dat ze eerst dit gaan uitwerken. L min delta h in het kwadraat, is, als je dat uitwerkt, is dat L kwadraat min 2 maal L maal delta H min delta H in het kwadraat. Ja, dat klopt precies. Is L kwadraat. Oké, okay, dus eigenlijk wat hier gebeurt. Deze is uitgelegd en dan komen dus deze drie voor in de plaats. Oké, okay, dan gaan we zeggen, oké, okay, die L kwadraat hier, die haal ik weg. Dat is dan min L kwadraat. Oké, okay, dan doe ik dat hier ook. Dan valt die weg. Zie je wel, die is verdwenen. Dus dan hou je alleen maar over U kwadraat min L, min 2L. Maal delta h, dat staat hier ook al, plus delta h in het kwadraat is 0. Oké, okay. Dus ten opzichte van deze regel is hier aan beide kanten l kwadraat verdwenen. Oké, okay, dan gaan we zeggen, oké, okay, dan gaan we nog eens even wat dingen samenvatten. U kwadraat, deze gaan we naar de andere kant brengen, dus die min 2l
Dit wordt plus 2 al, want die gaat naar de andere kant. Hè. Hier staat S-teken dus nu. Dus deze hele bubsie, die gaat hier naar de overkant. En die wordt dan plus in plaats van min. Hier staan allemaal maaltekens tussen. Ja, ja, dus tussen haakjes. Oké, dat kan dus in één keer. Dus deze in één keer, die breng je in één keer naar de andere kant. En dan komt er een plus. Hè. En dan heb je wat je moest aantonen. Nou, ik vind meer wiskunde B ook dacht aan natuurkunde. Maar ja, oké. B. Laat je de kogel los, dan is de beweging van de slinger een harmonische trilling met delta H veel kleiner is dan L. Geldt er, U kwadraat is 2L maal delta H. Oké. Goed. Oké, leg dit uit. Nou, uit U kwadraat is 2L maal delta H volgt dan delta H is U kwadraat gedeeld door 2L. Oké, nee, dat zit bij de verkeerde. Als delta H veel kleiner is dan L, dan is 2L maal delta H dus veel groter dan H kwadraat. En die kun je dan vervolgens verwaarlozen. Ja, oké. Waar in feite neerkomt is van oké, als je dit hele stukje bekijkt en deze is heel klein ten opzichte van deze, dan maakt het bijna niks uit. Stel bijvoorbeeld dat deze 10 meter is en deze is maar 1 centimeter. Dan is het verschil tussen 10 meter en 1 centimeter en 10 meter. Nou, dat is percentueel gezien natuurlijk bijna helemaal niks. Dus dan mag je die 1 centimeter verhalen. Dus daar komt in feite op neer. Dit is in een omkeerpuntveld voor de zwaartekracht energie van de kogel. E is m al g mal delta h. Dit is de potentiële energie van de kogel. Voor de potentiële energie van een trillend voorwerp geldt is E is half c mal u in het kwadraat. Laat zien dat voor het krachtmoment geldt c is m mal g gedeeld door l. Oké, wat je nou in feite gaat doen is je gaat die twee formules aan elkaar gelijk stellen. Hè? M al g, sorry, je gaat ze combineren. U is 2 mal l mal delta h, schrijf je om, zodat delta h vraagt, want dan is het dus die 2l wegdelen. Dan is het u gedacht in de 2l is delta h, dat staat hier ook. En die combineer je dan met u is m al g mal delta h. Dus die delta h die vervang je dan door u gedacht in de 2l. Dat gebeurt hier allemaal, zie je wel. Deze vergelijk je dan met die formule half c mal u in het kwadraat. Dus je stel je aan elkaar gelijk. Dus dit is gelijk aan dat. Nou, en dan moet je nog wat om gaan schrijven. Het is jammer dat ze dat niet helemaal uitwerken. Maar als je dat dan gaat doen, dan blijkt dus inderdaad dat die c gelijk is aan m al g gedeeld door l. Aan het eind van deze film zal ik er nog even op terugkomen en dan werk ik het even uit. Ja? Dus 14c, ik onthouden. Oké, 14d dan. En hoewel in de formules voor de trillingstijd het symbool van de massa voorkomt, heeft de massa toch een invloed op de trillingstijd. Leg dat uit. Nou, als de formules t is 2 mal pi gedeeld door wortel m gedeeld door c en c is m al g gedeeld door l combineert, dus in plaats van die c vul je dan in m al g gedeeld door l, en dan krijg je dat dan, en krijg je dus 2 pi mal m mal l gedeeld door m mal g. Waarom komt die L boven? Ja, je deed hier al delen door L is menigvuldigen met het omgekeerde. Dus vandaar dat hij hier aan de bovenkant komt. Nou, dan zie je dat hier een M staat en hier ook. Boven en onderdeel zitten, dus die vallen weg. Dus dan krijg je 2, tijd is 2 mal pi maal de lengte gedeeld door G. En daar zit de massa dus niet in, dus die is irrelevant hier. Dan een kind neemt plaats op de schommel. Het zwaartepunt van het kind zit op 1,80 meter. Is dat volgens mij even checken in een boek? Ja. Van het ophangpunt, het kind wil zo hard mogelijk schommelen en gaat met de benen in het lichaam heen en weer. Dus welke periode moet hij de beweging uitvoeren? Kijk hoor, het kind wil resoneren, dus moet heen en weer bewegen met dezelfde periode als de eigen trilling. En die hebben we net gezien, de periode daarvan is 2 mal pi maal de wortel uit de L gedeeld door G. Nou, de lengte is 1,80 meter, g is 9,81. Die is net gegeven in het verhaaltje, 1,80. Dit is de gravitatiebestanden. Dus dat in ieder geval t is 2 mal pi maal de wortel uit 1,80 gedeeld door 9,81. Als je dit met je rekenmachine moet je het even tussen haakjes zetten, dat gaat niet goed. Dit is 2,691 seconden. Oftewel, de periode is t is 2,69 seconden. Oké, straks kom ik even terug op c aan het eind van het filmpje. Dan gaan we het even uitwerken. Of zijn we hier? Oké, opgave 15 dan. Bij twee atomige moleculen, zoals waterstofchloride en zoutzuur, trillen de atomen langs de verbindingslijn.
Met behulp van de infraroodstraling kun je de frequentie f aan de trilling meten. De frequentie hangt af van de bindingskracht tussen de twee atomen en de massa van de twee atomen. Als de massa van de atomen klein is vergeleken met de massa van het andere atoom, dan mag je aannemen dat het zware atoom stilzit en alleen het lichte atoom trilt. Zo zal in het geval van waterstofchloride het chloratoom vrijwel stilstaan. In tabel 9.1, dat is deze, kun je staan gegevens over de vier moleculen. Van vier moleculen, oké. HF, HCl, HBr en HI. Trillingsfrequentie staat erin. En de krachtconstante staat erin. Oké. Hier heb je een factor van 10 maal 10 tot de 14e. En hier een factor van 10 tot de 2e. Oké. Uit de formule voor de trillingstijd van een massaweersysteem volgt dat F kwadraat is 1 gedeelde wie pi kwadraat maal m maal c. Leidt dit verband uit voor de formule voor de trillingstijd. Nou, hier staat die formule t is 2 maal pi wortel m gedeelde c. Frequentie is 1 gedeelde t. Oké. Dan gaan we dat kwadrateren. Dus hier ga je dit in het kwadraat doen en dat gaan we ook in het kwadraat doen. Dat hebben we al een aantal malen keer gedaan. Dus dan krijg je t in het kwadraat is 2 in het kwadraat is 4, pi in het kwadraat is pi. Wortel valt hier weg, m gedeelde c. Oké, als je dat even, dan komt dit uit. Als je mag het alles boven, deze mag je allemaal boven de deelstip zetten. Dan gebeurt hier 4 pi kwadraat m gedeelde c. Dat is een t kwadraat. En oké, goed zo. Neem je het linker en rechter deel van, en die draait dus allebei om. Dan krijg je dus 1 gedeelde t. En dan moet je deze dus helemaal omdraaien. Dan krijg je c gedeelde 4 pi m kwadraat. Oké, is 1 gedeelde 4 pi kwadraat maal m maal c. En 1 gedeelde t kwadraat is hetzelfde als de frequentie in het kwadraat. Oké, volgens mij moesten we dat aantonen. Ja, hè? Precies. Ja, hier is het dus, de frequentie in het kwadraat is dus hetzelfde als dit. Oké, een soort wiskundige afleiding is dit, hè? Oké, in de tabel van zijn vier waterstofverbindingen genoemd. Je ziet dat de trillingsfrequenties en de krachtconstanten niet recht evenredig met elkaar zijn. Oké. Zet de grootheden F en C op een zodanig tegen elkaar uit dat als er grafiek een rechte ontstaat. Dat werkt alleen als je F en C tegen elkaar uitzet, dan krijg je een parabool. Dat betekent dus dat je de f-kwadraat zou moeten, in dit geval de f-kwadraat zou moeten doen. En dan krijg je een rechtlijn. Hier staat dus c en hier staat f in het kwadraat. En dan krijg je een rechtlijn. Dit zijn de vier punten. Ja, dus dat betekent dus dat je al deze f-waardes, die zou je moeten kwadrateren. En dat hebben ze dus ook wel vast gedaan. En hier heb je f en hier heb je f in het kwadraat. Hier heb je c-waardes en dan heb je vier punten. Oké, in die 1, 2, 3, 4, dat zijn ze. Dat zijn deze vier punten. Dus dit is dan de horizontale coördinaat en dit is de verticale coördinaat. Oké, bepaal grafisch de massa van het waterstofatoom. De formule die hebben we net gegeven. F is 1 gedeelde 4 pi kwadraat gedeelde m maal c. Voorspelt de rechtlijn met de Ritz-coëfficiënt 1 gedeelde 4 pi kwadraat gedeelde m. Hier staat c uitgezet, hier staat f kwadraat uitgezet. Zit allebei in de formule en dan is dit dus de richtingscoëfficiënt. Oké, de snelheid van de grafiek is, dan moet je dus twee punten nemen. 1,52 maal 10 tot de 23, dat is deze, de verticale waarde. En de, dat is zo hè. Oké, dat is deze waarde dus. En de horizontale waarde is deze 10. Maal 10 tot de 2e. Die deel je op elkaar. Dan krijg je 1,52 maal 10 tot de 13e. Is dat volgens mij. Oké. Als je dat dan gaat invullen. Dus deze is dus de risicocoëfficiënt. Dat is dus deze. Goed. De massa is dan 1 gedeelde 4 pi kwadraat maar 1,52 maal 10 tot de. Het is hem dus. Oké. Is 1,666 maal 10 tot de min 20ste kilogram afgerond. 1,7 maal 10 tot de min 21ste kilogram. Oké. Weer helemaal uitgewerkt. Net als bij de vorige opdracht kun je dat dus helemaal doen. Ik ga dat voor deze even niet doen, maar wel voor de vorige. En je moet even kijken op de manier waarop je dat doet. Dan kun je op deze ook toepassen. We gaan naar 14c. Daar hadden we dus deze energievorm
m al g maal u kracht 2l is gelijk aan half cu in het kwadraat. En dan moet dan uiteindelijk uitkomen c is m al g maal l, zonder dat dat aangetoond wordt. Nou, hier gaan we dat doen. M al g maal u kracht gedeeld door 2l. Deze is gelijk aan half maal cu in het kwadraat. Kijk, hier staat dat, zie je wel. Oké. Dan gaan we zeggen, oké, nou, ik wil dus flink wat weg hebben. Ik wil die half en die u kwadraat wil ik weg hebben. Dus die zet ik onderdeel nog een keertje erbij. Dan moet ik aan de andere kant dan ook doen. Kijk, hier is dat gebeurd. Hier is hij erbij gekomen, hier is hij erbij gekomen. Dan gaat er van alles tegen elkaar wegvallen. Kijk maar, u kwadraat valt weg tegen u kwadraat. 2 maal een half is 1. Dus dan hou ik hier onder de 1 steek, hou ik alleen maar l over. En de bovensteek hou ik alleen maar m al g over. Oké. Zo, dan heb ik wat rare eerstekentjes en zo weggehaald. En even kijken, en wat, aan deze kant valt er ook van alles weg. Kijk maar, u kwadraat valt weg tegen u kwadraat. Half valt weg tegen half. Dus hou ik alleen maar c over. Dus c is m al g gedeeld door l. Nou, dat is precies wat hier staat, maar nu is het wel uitgewerkt. Nou, op dezelfde manier kun je dus ook deze 15c afhandelen, hè, op die wiskunde B-manier van de balansmethode. En als je dat dan uiteindelijk doet, dan vind je het antwoord. Als je het echt dan ga ik deze even niet helemaal weer uitwerken. Het gaat op dezelfde manier. Oké, zometeen gaan we verder met de rest van het hoofdstuk.